Perspectief 1. Van engelen horen we niet genoeg, terwijl het slechte toch toesloeg. Op het journaal blijf je narigheid horen. Tot op de dag van vandaag gaan er dingen verloren. Ogen met kleine kapotte zielen. En toch gebruikt men de dood op wielen. Duivelse kracht, bloedende mannen en macht. Het goed wordt slecht. Alles blijft één groot gevecht. Gebogen herinneringen zorgen voor verschrikkelijke veranderingen. Verloren en kapot. Dat allemaal door één enkel schot. Perspectief 2. Al dat bloed en alle doden, dit zou eigenlijk moeten worden verboden. De schoten vliegen mij om de oren, maar men zegt dat ik mij daar niet aan moet storen. Het dodelijke wapen in mijn handen maakt mijn leven tot een schande. Ik moest schieten, en snel. Het was geen keuze, het was een bevel. Oog in oog met de zogenaamde vijand, terwijl bloed druipend op de grond valt. Dit gevoel van mensen vermoorden kan ik gewoonweg niet verwoorden. Perspectief 3. Ik was ten dode opgeschreven en blijf de pijnlijke herinnering beleven. Mijn eigen leven stond op het spel. Er was geen tijd voor uitstel. Kruipend verliet ik het geweld. Mijn wonden van toen zijn nog steeds niet hersteld. Een nieuw begin, heel ergens anders, is niet makkelijk. Vooral niet voor buitenlanders. Maar de dag dat de oorlog uitbrak en alles hier in brand stak, die dag heeft mijn leven verwoest. Vandaar dat ik vluchten moest. Dankjewel.